16 januari is het zover. De roast van Comedy Central. Niemand minder dan Femke Louise zal er dan aan moeten geloven. En wij zijn door Comedy Central gevraagd om audities te houden en mogen één kandidaat naar het grote podium van de echte roast sturen. En dus hebben wij onszelf gekroond tot jury. Dit is de Road to Roast. Ja, welkom bij de allerlaatste... Nee, ik ga hem nou een keertje doen. Ik ben de presentator van het programma. Nee, Welkom bij de allerlaatste aflevering van de Jasper, ik ben de presentator. Jij bent assistent jury. Welkom bij de Road to Roast. Leuk dat u weer kijkt. En vandaag hebben we een hele bijzondere gast. U kan hem misschien kennen als ex-profvoetballer. Hij heeft meegedaan aan Love Island. Special Forces FIPS. Oh ja. Zit hij volgens mij in... Denzel Slager. Denzel Slager. En je kan hem ook kennen als lover. En de manager van Femke Louise. Denzel heeft afgezegd. Robert-Jan Wichertz deed in 2012 ooit BNN University samen met Stijn van Vliet. Daarna besloot hij het toch over een andere boeg te gooien. Hij monteert tegenwoordig zonnepanelen op daken, is allround klusjesman, maar treedt ook nog op als stand-up comedian. Hey Jasper. Hey Robert-Jan. Hey. Hey, hoe is het? Goed, met jou? Ja, wel goed. Wat ben je aan het doen? Aan het duinen. En aan het werk. Ik had even een vraagje. Ja. Wij zoeken eigenlijk een comedian voor vanmiddag. Ja. En dan moest ik natuurlijk gelijk aan jou denken. Het is alleen een beetje kort termijn. Het is namelijk over 2,5 uur. Ja, je krijgt er ook voor betaald. Meer dan je vandaag gaat verdienen. Dit slaat toch helemaal nergens op? Nee, ik weet het. Maar maar wij kunnen er niks van doen dat een vriend van Femke Louise heeft afgezegd. Nee. Maar gaat het lukken, denk je? Nee, kan niet. Nee. Ah, kom op. Weet je hoeveel je ervoor krijgt? Nou, wat zou je ervoor willen hebben? 1000 euro. Ja, dat kunnen we verdubbelen. Ja. Moet je er wel over 2,5 uur zijn. Nou, het schijnt dus dat Robert-Jan op dit moment achter dit rolluik staat. Hij is net aangekomen vanuit zijn werk. Hallo, welkom. Leuk dat je er bent. Hey. Van harte welkom. Heb je er een beetje zin in? Nou, dat is een heel groot woord, zin in. Hoe is dat? Ja. Rare vraag. Nee. Ja? Heb je lekker kunnen voorbereiden? Ik had een half uur, want jullie hebben me een half uur geleden hebben jullie gebeld dat er een hele belangrijke klus voor me is. Dus, en waarom doe jij mee? Nogmaals, omdat jullie mij een half uur geleden hebben gebeld of ik hier naartoe wil komen. Ja. Nee, ik vind het niet spannend, nee. Nou, als ik kijk naar jullie met z'n drieën, en dat meen ik echt vanuit mijn kleine teen, dan weet ik ook zeker dat ik dit ook wel kan. Dat weet ik zeker. Ja. We gaan naar de roast, ik heb er zin in. Een beetje venijn in, hè, bij hem. Ja, dit is schitterend. Ja, Robert-Jan. Hey. Oh. What the fuck, jongens. Kijk eens nou zitten, Jut, Jul en Nul. Als Nul nou echt voor muziektalent staat, dan weten jullie vast wel over wie we het hebben. Hè? Genoeg over jou, Jasper. Tobias, jou vond ik een beetje moeilijk te definiëren. Want je doet van alles. Je bent DJ, je bent kok, je bent regisseur, je bent schrijver, cameraman, professioneel kontelikker van Daan. Dat doe je echt super, super goed. Daan, hoe vind je het? Ja, ik vind dit grappig. Ja? Ja. Is het zo of niet? Ja. Ja, hè? Ja, dat weten we allemaal. Daan, ik krijg hier best wel wat geld voor, maar... Als ik zo naar jou kijk, vraag ik me af of ik dat ooit ga krijgen. Want ze zeggen dat jij vooruit kan kijken op de mode. Maar ik denk dat de mode Lisbeth List, die in 1992 het journaal presenteert, niet echt per se de stijl gaat worden van 2023. Jasper, hey. Over jou kon ik eigenlijk niet zo heel veel vinden op het internet. Vind je dat erg? Althans, op een gegeven moment had ik wel iets gevonden, maar dat ging over hobbits die echt fucking hard gevallen waren op hun gezicht toen ze kind waren. Dus dat heb ik uiteindelijk ook overgeslagen. Ik ben fan van Lord of the Rings. Nou ja, Lord of the Rings is niet van jou. En dat zegt wel genoeg. Heb je nog een mop? In mijn vorige huis woonde ik naast een Albert Heijn.
Dat was echt super. Ik vond het best leuk. Ja, want jij hebt ook een nieuwe vriendin, Daan, toch? Ja, klopt. Heeft ze het morgen het eerste uur vrij? Welk vak gaat ze laten vallen? Bij welk schoolplein heb je haar ontmoet? Of moest ze blijven zitten? Het is nu genoeg. Hè? Ja, het is echt genoeg. Bij een roast hoort natuurlijk ook een lief woordje achteraf, ja. Toch? Ja. Nou ja, goed, in ieder geval, Daan, we kennen elkaar al super lang. Tobias. Je bent er ooit op een gegeven moment bijgekomen. Ik kende die jongens al iets eerder dan jij. Echt, echt geweldig wat je neerzet. I love you, man. En Jasper, bel me niet meer. Ook niet voor zo'n klus als dit. Als jij hetzelfde betaalt voor het indraaien van een lampje als voor deze klus, dan mag je me bellen. Echt, dan sta ik 24/7 voor jou klaar. Okay. Vriend, ja, ik heb je leren kennen als iemand met een laag zelfwaarde, maar wel gewoon altijd bereid om iets op Instagram te zetten waarbij Tobias de lul is en jij gewoon goed uit de verf komt. En dat vind ik leuk. I love you, man. Applaus voor jullie zelf en voor mij. Ik heb nog nooit iemand zo emotieloos I love you, man. Dat was echt wel grappig. Ja. Ik wil hem wel eigenlijk zien bij de roast. Ik zou het wel willen zien. Maar je weet dat het twee kaartjes voor in de zaal zijn die we hebben. Heel leuk. Ja. Nee, heel slecht. Nee, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Dat is echt heel... Ja, draai die klemmen maar vast. Korrel 80. Jo, ik zie zo. Ja, ik zie zo. Nou, we hebben overlegd. En het unanieme antwoord van de jury is... Ja, dat is helemaal niet erg, joh. Nee. Nee. Nou, liever een bak poeder over me heen dan dat ik nog 1 seconde in jullie ogen moet kijken. Dus, goed. Bedankt, hè. Ja, dankjewel. Niet meer bellen? Ik bel je niet. Okay. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet te reageren in de comments. Vergeet ook vooral niet te kijken. 16 januari, de roast met Femke Louise. Daar laten ze zien hoe je echt iemand moet roasten. Want hier hebben we dat dan niet laten zien? Nou, we hebben toch niemand daar naartoe gestuurd? Wel ook niet. Abonneren. Misschien mogen we nog iemand kiezen. Ja, laten we iemand sturen. Ja. We hebben toch iedereen geëlimineerd? Nee, maar dan bellen we toch nog iemand op. Oh, gaan we toch bellen? Misschien is het wel leuk om Pepijn te bellen om te zeggen dat hij naar de roast mag. Gewoon om eventjes blij te maken en dan uit te leggen dat er 2 kaartjes voor in het publiek. Ik denk dat we hem het meeste mee hebben. Zullen we hem even bellen? Ja, is goed. Ja. Toch leuk, hè? Ja. Om iemand blij te maken met een dode mus. Hey Peppy. Hey Pepijn. Hey jongens. Hallo. Hey. We hebben hartstikke goed nieuws. Goed nieuws. Ja. Pepijn. Ja. Want wij mogen 1 iemand naar de roast sturen. Met een plus 1. Met een plus 1. En het is niemand minder geworden dan Pepijn Schoonenveld. Hey. Gefeliciteerd. Hoe voelt dit? Dat is al vrij snel, dus dan moeten we echt nu gaan schrijven, denk ik. Ja. Nee. Ga maar aan de gang. Heel goed. Jawel. Heel goed. Okay. Jij gaat naar de roast, Pepijn. Ga naar de roast. Heel goed. Jij gaat daarvan genieten. We love you. Woe. Zet hem op, hè. Veel plezier, hè. Hoi, hoi. Doei. Dit is toch heel lullig? Ja, waarom zeg je dat nou? Ja, maar in ieder geval is hij dan een dag gelukkig. In plaats van altijd depressief. Nu heeft hij 1 dagje het gevoel dat hij het heeft gemaakt. En moeten we morgen vertellen dat hij publiek is. Maar dan is hij in ieder geval 1 dag gelukkig geweest. Ja. Mooi. Mooi van jou. Ja, mooi hè? Van jou. Ga jij ook naar de roast? Ik ben er. Ik zit wel in de 16 januari. Ja. 16 januari. Gaan we kijken.
De Comedy Central roast of Femke Louise met Peter Pannekoek. Maandag 16 januari om 20:30 bij Comedy Central.